Hey, hallo, Lennart hier. Ik wil heel even een kleine update geven over de HBO-ICT Cloud-omgeving. Zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt, is het op dit moment erg druk en kan je soms, nou niet soms, maar regelmatig de Max Connections error krijgen. Dit komt omdat er eigenlijk een foutje staat in de configuratie van het standaard serverproject. Dus ik wil je heel snel even laten zien hoe je dit kan oplossen, zodat je dit probleem zoveel mogelijk kan voorkomen. Wat is er namelijk aan de hand? Als je naar de database helper toe gaat, zul je zien dat daar een connection pool wordt aangemaakt. Wat is er aan de hand? Op de HBO-ICT-omgeving moet je je voorstellen dat daar nu tussen de 50 en de 100 projecten draaien, al dan niet gaan draaien. De server heeft gewoon een maximum aantal connecties wat hij tegelijkertijd aan kan, om ervoor te zorgen dat iedereen gewoon een eerlijke, evenredige ervaring heeft met de omgeving. De connection limit die staat op 10 in de server. Dat betekent dus er mogen maximaal in zijn totaliteit 10 connecties naar de database gemaakt worden tegelijkertijd. Dat geldt voor PHP MyAdmin van de website, dat geldt voor SQL Workbench en dat geldt voor de projecten die draaien. Oftewel, al die dingen bij elkaar mogen nooit meer dan 10 connecties tegelijkertijd gebruiken. Wat is er nu aan de hand? De standaard configuratie die jullie lokaal draaien zet die connection limit op 10. Wat gebeurt er dan? Bij het opstarten van jullie applicatie, stel je bent in een team van 6 en iedereen van jullie is op dat moment lekker met de database bezig. Draaien er dus in principe 6 applicaties die allemaal zeggen dat ze 10 connecties tegelijkertijd mogen gebruiken. Ja, dat is dus als je 6 keer 10 doet, zit je op 60, zeg je eigenlijk dat er 60 connecties zijn waar je gebruik van mag maken. Dat is natuurlijk niet het geval. Dus we moeten dit heel even gaan oplossen, zodat je eigenlijk lokaal maar met één connectie tegelijkertijd werkt. Je houdt dan namelijk wat ademruimte over om dus ook nog een workbench ernaast te kunnen hebben. En de website zelf ook nog op de cloud-omgeving te kunnen draaien. Het is nog steeds niet veel, maar het wordt een stuk minder erg om die connecties in ieder geval in beheer te houden. Dus wat moet je doen? We gaan een extra configuratieoptie toevoegen aan de db-config. Dus we gaan zeggen, we gaan een connection limit pakken. En in plaats van die hardcode 10 hier zo, gaan we ervan maken db-config connection limit. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te veranderen in de code. Vervolgens ga je naar je config.local en gaan we hier een connection limit 1 bij zetten. Daarmee zeggen wij, iedereen die de applicatie nu lokaal draait, die mag maximaal maar één verbinding tegelijkertijd met de database maken. Op de dev-omgeving kan je iets anders doen. Kan je zeggen, nou oké, de dev-omgeving die mag wel gewoon de volle connecties pakken die er zijn. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de live-omgeving. Je zult nog steeds merken nadat je, als je dit gedaan hebt, dat je de max user connections error nog steeds gaat zien, alleen vele malen minder. Spreek gewoon goed met elkaar af wie op welk moment met Workbench bezig is, met PHP MyAdmin, met de applicatie testen enzovoort. Maar zorg ervoor dat jullie daar een beetje een ritme in vinden om dat gewoon goed met elkaar te kunnen verdelen. Eventueel zou je kunnen zeggen, nou, we laten de dev-omgeving ook maar maximaal één connectie gebruiken. En we zetten de live-omgeving op 4. Dan kom je totaal uit op 1, 2, op 1, 1 en 4, dus 5 voor de omgevingen die draaien. Bij een team van 6 op 6 connecties. Dan heb je één connectie te veel, dus één iemand heeft een beetje pech. Maar op die manier kan je in ieder geval wel ervoor zorgen dat je applicaties zelf wel blijven draaien. Dit was in ieder geval zover de update die ik even wilde geven. Deze veranderingen staan ook al klaar op de GitLab voorbeelden repository. Dus ik zou zeker zeggen, voer dit door in je project, zodat je niet meer iedere keer die error krijgt.